Over opmerkelijke tijden gesproken. Ja, opnieuw is Forum voor Democratie in opspraak geraakt. Ook nu heeft het te maken met WhatsApp-berichten die onderling tussen partijleden heen en weer gestuurd zijn. Anders dan vorige keren is dat het nu ook om partijleider Baudet zelf gaat, die opmerkelijke berichten heeft gestuurd. Elsevier Weekblad heeft citaten en screenshots gepubliceerd. Ze vroeg Baudet aan een partijgenoot of hij zou willen dat zijn zus met een neger thuis komt. Ook discussieert hij over rassen en IQ. Dit is wat Baudet er zelf over zegt op zijn Twitter-account. Daarnaast zijn er misschien in privécontext ooit een grapje gemaakt, ooit een opmerking. En ik zou willen zeggen, wie heeft dat niet? Wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Iedereen maakt er dus een opmerking thuis. Ik heb een hekel aan sneeuw, terwijl ik eigenlijk dol ben op sneeuw, enzovoort, enzovoort. Je kunt niet op die manier mensen afrekenen. Je kunt niet op deze manier politiek bedrijven. Wij trekken hier een streep. Hij ontkent de uitspraken dus niet, maar legt de schuld bij de media en ook bij de zogenaamde Judassen, de verraders, zegt hij, van de JA 21. En Joost Eertmans en Annabel Nanninga die zijn opgestapt bij Forum en een eigen partij zijn begonnen. Er zijn veel verontwaardigde reacties vanuit de politiek. Laten we er een paar doornemen. Dylan Jasielkoes, VVD, Tweede Kamerlid. Als het eruit ziet als een eend, zwemt als een eend, kwaakt als een eend, dan is het waarschijnlijk een eend. En ze bedoelt daarmee te zeggen, denk ik, als iemand racistische uitlatingen doet, dan is het waarschijnlijk een racist. Mijn invulling. Rob Jetten dan van D66. Racisme, homofobie, vrouwen- en jodenhaat. VVD en CDA zitten ondertussen vrolijk met Forum in de coalitie in Brabant. Daarmee krijgen racisme en discriminatie legitimiteit. Jesse Klaver, de partijleider van GroenLinks. Racisme, homohaat, seksisme, antisemitisme. Baudet snapt niets van de ophef. Als dit nog geen reden is voor CDA en VVD om te stoppen met de samenwerking in Brabant, wat dan wel? Overigens haalt Baudet in zijn WhatsApp-berichten ook uit naar meneer Omtzigt, die hier aan tafel zit. Hij wordt een totale dwaas en loser genoemd. Nee, ja. Ik word democraat genoemd. Ook, dat is uitroepteken. En dat was heel erg. Feitenneuker en democraat. Ja. Nou, op zich vond ik dat niet het meest problematische. Nee, nou werd wel ook nog uitgehaald naar uw vrouw. Wat vindt u ervan dat u ook zo wordt benoemd in die appjes? Dat was een van zijn medewerkers en ik. Ik ben heel benieuwd of ik daar nog een keer wat van terughoor van deze persoon. Excuses bedoelt u? Nou, dat is, in een normale omstandigheid zou dat een mogelijkheid zijn, ja, als je normaal omstandigheid bent. Ja. Overigens denk ik wel hun gedroomde premierkandidaat af, als ik zo een beetje kijk. Ja, dat denk ik dat u daar gelijk in heeft, want daar werd u eerst natuurlijk door Baudet genoemd. Maar ik bedoel, de wijze waarop er over mij gesproken werd, bijzonder. Nou wordt er ook gezegd door onder meer D66 en GroenLinks van als je samenwerkt met een partij als Forum bijvoorbeeld in Brabant, dan geef je racisme legitimiteit. Bent u het daarmee eens? Dit waren zaken die speelden bij het Forum in Den Haag. Niet bij het Forum in Brabant, wat overigens ondertussen ook gesplitst is. Juist vanwege dit soort zaken is een aantal mensen hebben daar dan ook afstand van genomen. Dat laat ik aan wat er in Brabant gebeurt. Wat hier allemaal gaat. En geintjes maak je over sneeuw. Geintjes maak je niet over IQ van rassen. Je kunt best een keer een geintje maken door te zeggen dat ik iets doldwaas gedaan heb. Daar kan iedereen in de politiek ook wel tegen. Dat hij zegt van joh, wat een rot opmerking. Of wat heeft hij dom gedaan. Daar zouden we niet met z'n allen raar om worden. Nee. Maar als je gaat filosoferen over dat er een verschillend IQ bestaat tussen mensen met een zwarte huidskleur, tussen Latino's en witte, en je plakt er ook nog nummers bij. Ja, dan zit je toch wel in een hoek waar ik niet wil zitten, zullen we maar zeggen.